In Weidewormer werd het maar 1-0 toen voor MVV. Hier Jong AZ in de aanval. Balletje naar Griffith. Griffith via de binnenkant van de paal raak. 11e minuut. Griffith was al de matchwinner afgelopen vrijdag tegen Telstar. Toen maakte hij de 3-2. Deze poging is ook goed voor een goal. 2-2. En in de slotfase kan het nog mooier worden voor de bezoekers. Tabouni. Tabouni. Tabouni! 3-2 voor Jong AZ en dat is de eindstand. Een doelpuntrijke wedstrijd tussen twee ploegen die normaal gesproken niet veel scoren. Dan, nog geen 3 minuten later, doet Kamal Sowa dit. Een heerlijke pegel en dus 2-0 voor de Alkmaarders. Daarmee lijkt het een hele makkelijke middag te worden voor AZ. Het is niet zo dat Abu Klal denkt, nou, ik laat het er lekker bij zitten. Nee hoor, die gaat stoïcijns verder. Deze heerlijke actie maakt hij de 7-1, minuut 87. En dus kent AZ een hele makkelijke, maar goede middag op het eigen AFAS trainingscomplex. 7-1 tegen Go Ahead Eagles. Reinders doet er niets mee. Carlson. Beetje half bakken van Okita. Carlson, korte hoek. En hij treft weer doel. Jesper Carlson straft dat geschutter van Okita af. Okita pakt dit veel te gemakzuchtig op. En dan staat Brandros compleet op het verkeerde been. Rekent hij op een krul in de verhoek. Wordt een droge knal door de benen van Schöne in de korte.